Ja, dames en heren, welkom bij deze fantastische serie Even Lekker in Bed. Ik vind het een fantastische serie omdat ik oldschool games doe. Van Nintendo DS naar PlayStation zijn we gegaan. En dit is een game wat we vorige week hebben gedaan. Spyro the Dragon. En we gaan dit keer een level laten zien die ik had beloofd. Een baas level. En daarna gaan we naar de tweede wereld van de game. Dus tot na de intro. Okay, people, let's go to work. La 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 la. Ja, dit is Spyro the Dragon. Ik heb vorige aflevering uitgelegd wat hij precies is en wat hij kan en wat hij doet en wat het doel is van de game. En dit keer kunnen wij dus dit level openen omdat wij genoeg draken hebben vrijgespeeld. En dit is het baaslevel Toasty. En Toasty moet gelijk denken aan een verbrand level, weet je, met iets met lava of iets met een iets met vuur of zo. Maar het is ook best wel een beetje een duister level, vind ik zelf. Hoor je ook gelijk aan de spannende muziek. Toasty. Echt een heel spannend level. En we hebben weer de schaapherders. Maar dit keer zijn er geen schapen die wij bestrijden. Maar wolven. En die wolven zijn eigenlijk best wel lastig. Dit level is echt heel pittig. Maar de bedoeling is, je vuurt een wolf. En je gaat opzij. Dat is eigenlijk het doel. Zo. En de herder slaat mij. En meestal lachen ze. Oh! Ja. Als je snel genoeg vuurt, dan heb je hem dood, de wolf. In dit level kunnen we 100 gems halen. Kijk, de wolven kunnen we snel vuren. Op die manier. Maar als je dat niet op tijd doet, dan komen ze dus op je ploffen. En via de L1-toets en de R1-toets kan je dus opzij scrollen. We gaan het hier laten zien hoe het... Zo kan je het ook doen. Dat zijn echt vervelende monsters, hoor. Zo, we spelen even iets even snel uit. En weet je wat ook het fijne is? Hier zit ook weer een kleine secret in het level. Waar je snel overheen kijkt. En dat is deze gang die naar achter leidt. En die gaat helemaal achter het level. Waar we dus nog meer vijanden vinden. En uit die vijanden komen ook weer gems. Dus je bent eigenlijk verplicht om alle vijanden te vermoorden in Spyro the Dragon. En die drums ook van het keyboard. Ja, die drums heeft hij ook heel vaak gebruikt in andere levels. Je merkt wel dat er bepaalde instrumenten terugkomen. En dat is ook wel heel gaaf, want dat maakt een beetje het steltje van de game. Dus de enige draak die we vinden in het level, druk op select, dan kunnen we dat zien. Dat we 55 diamanten van 100 kunnen pakken in dit level. En hier komt de baas. En het is een keigrote pompoen, maar er zit een geheim achter deze pompoen. En dat gaan jullie nu zien. Namelijk, nog niet. Jullie zien het nog niet. Jullie zien het dadelijk pas. 2-1. Huppakee. We vuren hem nog een keer. En het is namelijk een schaap. Een schaap op 2 houten poten die revenge wil naar mij. En waarom weet ik niet. We gaan hem vermoorden. En daar komen heel wat diamanten uit. Vijfjes en alles. Ja. En ja. Hier zijn nog 2 kisten van 5 of 2. En zo hebben wij alle diamanten in de game. Of in de game. Dat zou ik willen. Dat mocht ik willen. Dan zou het een hele korte game zijn, denk ik. In het level. En met dit aantal diamanten en draken kunnen wij, als het goed is, naar de tweede wereld. Om het gewoon even kort te laten zien. Ik ga nog niet alles uitspelen. We gaan hier doorheen. Nee, we gaan terug. Want daar gaan we naar een ander level. Die we al hebben gedaan. Hier links zit ook nog een level. Maar we gaan met de ballonist praten. En die gaat kijken of we genoeg draken hebben bevrijd. Of we naar de overkant mogen. En het is Marco de ballonist. Wow, as you have been busy rescuing dragons, you may travel to the Peacekeepers world. Nou, ik koos verkeerd. Ik koos stay here. Maar dat moest dus niet. Peacekeepers is dus een beetje een oorlogsgebied. Ja, het klinkt heel raar. Jullie gaan het zien. We gaan nu met de ballon naar de tweede wereld. Waarin het spel laat. En het zijn allemaal hele kleine mapjes eigenlijk. Spyro is helemaal geen hele grote game. Maar als je hem 100% wil uitspelen, ben je gewoon wel uren zoet. En tegenwoordig, als je een singleplayer kijkt van Call of Duty, dan is dat nog korter dan een singleplayer van Spyro the Dragon. Natuurlijk zit hier geen multiplayer bij. Dat is ook helemaal niet nodig. Want de game is gewoon ontzettend groot. Er zijn rond de 80 draken die je kan bevrijden. We hebben er nu al 13. En ik doe het natuurlijk wel wat sneller. Zoals je ziet is dit een oorlogsgebied. En zijn er gasten die achter kanonnen gaan om ons te vermoorden. Het is best wel liguber. En ook van die hele aparte oorlogsmuziek. Hoor je al vooral aan de drums. We vuren dit kanonnetje af.
naar daar. En zo zie je dat we ook zo vijanden kunnen verslaan. Hoppakee. En dit is dus de mapkaart. En ik wil eigenlijk gewoon een heel leuk level aan jullie laten zien. Dat heet namelijk Dry Canyon. Het is een beetje de canyon wereld. Dus ook een beetje een woest zandachtig level. We hebben ook echt een hele leuke baas hier in deze wereld. Dat heet Dr. Swamp. Of Dr. Champ. Champ of zo. En dit is een dry square. Dit is een echt een ontzettend leuk level. Omdat ik hem, ja... je kan een eitje in verdienen. Volgens mij 500 of 400 diamanten. We gaan het zien. 400 diamanten. Dat is een van die twee. En we gaan kijken. Hier zit namelijk iemand met een ei. En die gaan we pakken. En het, ja, je ziet hoe vervelend die is. En je moet eigenlijk op tijd vuren. Oh, we gaan het nog een keer proberen. Pakken we gelijk die vijanden en nog die. En meestal doe ik het vanaf deze kant. Ik vind het wat makkelijker. Let maar op. Ik kan hem wat sneller van deze kant pakken. We komen dichterbij. We komen dichterbij. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. We moeten maar rennen, we rennen. We gaan achter hem aan. Kom op, kom op. Kom op. Spyro, kom op, kom op, kom op. Ja, 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 we hebben hem. We hadden hem, we hadden hem, we hadden hem. Kom op, kom op, kom op. Kom, Spyro, kom op. Ja, 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 kom op. Kom op, je moet hem vuren. Het moet lukken op die manier. Het moet lukken op die manier. Het moet lukken. Moet lukken. Nee. God, wat een ratbeest. Ik zit me helemaal te erg over zo'n stom diefje met zo'n ei. Hij zet er voor mij 13 eieren in de map. Nou, ik laat hem gaan. Bekijk het lekker met je ei. Stop maar in je reet. We gaan door. En ja, het spel lijkt heel eentonig, maar is het niet. Omdat ik natuurlijk weet hoe het gaat, is voor mij wel eentonig. Maar als je niet weet hoe de levels gaan, is het dus niet eentonig. Maar Spyro is... Geloof ik wel, als je een PlayStation 3 hebt, kan je het gewoon kopen voor heel weinig geld. En heb je gewoon die game op je PlayStation 3 staan. Spyro kent ook hele grote vijanden, zoals je net al zag. Er zitten echt soms hele huge vijanden in. Ja, het level hebben we zo uitgespeeld. Ik kan best wel naar de exit lopen als jullie willen. Want dat is namelijk daar al. Het is echt serieus. Hier is het einde van het level al. Zo. Nou, hier is het einde al. Ja, we hebben het level al gehaald. En dat vijandje liep te slapen net. We gaan gewoon nog even nog iets doen. Want ik ben nog helemaal niet klaar met Spyro. We hebben ook een paarse diamant. Die telde voor 25 punten. Het is wel grappig dat als je die oppakt, dat ze ook laten zien dat je die hebt opgepakt. Dit is trouwens echt heel leuk om te zien trouwens, als je het niet weet. Dit is een soort easter egg idee. Die mannetjes schuilen onder hun tent. Nou, het is leuk, want als ik nou die tent open ga doen... Laat ze dus een kont zien als je niet kijkt. En als je naar ze kijkt. Nou, deze doet het even niet. Maar als het goed is. Kijk, ze laten zien dat je bang bent. Zie je ze? En als je dan niet kijkt. Laten ze een kont zien. Ja, het is echt heel grappig gedaan. We hebben nog Cliff Town. Is ook een leuk level trouwens. En als we mee willen met de ballon. Kunnen we zo even kijken wat we nodig hebben. Maar je hebt voor de ene keer heb je zoveel dragons nodig. Die moet bevrijden. En voor de andere heb je zoveel diamanten nodig. En ik geloof dat het 2000 diamanten nodig heb. Of iets minder. Kijk hoor. The Magic Crafter World is far away. Oh, 1200 diamanten moet je hebben. 1200. Hoeveel hebben wij er nu? Kunnen we dat zien door even een diamant op te pakken? We hebben er... Start doen. Kunnen we dat ergens zien? We hebben 686 diamanten. Dus we moeten de helft meer nog. Nou, en nu is het wel een voordeel dat die levels wel... meer diamanten hebben. En ik kan je echt een verschrikkelijk level laten zien, maar dat doe ik gewoon niet. Dat zit hier namelijk beneden. Dat vind ik echt een verschrikkelijk level. Wat trouwens ook leuk is, we laten een heel apart level zien in jullie, nog als afsluiter. Het is namelijk... Hoppakee. Dat is een vlieglevel. En ik laat je gelijk zien wat de vlieglevel inhoudt. Night Flight is ook een verschrikkelijk level. Maar ik laat wel zien, want er zitten 5 levels in de game. En ik vind het wel origineel bedacht, want het is wel een verschil van de normale levels. Jullie gaan het gelijk zien als ik het laat zien. Je gaat namelijk vliegen. Binnen een bepaalde tijd moet je een aantal punten halen. En door die dingen te halen krijg je weer tijd erbij. En zo moet je dus het level voltooien. Vanaf de hoepels gaan wij door naar kistjes. En je moet dus ook... Ja, je vliegt eigenlijk onnodig lang en het is zo vervelend met een Xbox 360 controller. Ik zweer het je. Geef maar alsjeblieft een PlayStation controller voor dit.
Ik ben met dat balletje bezig namelijk. En dat is heel vervelend besturing. Dat is echt heel vervelend. Kijk, zoals je ziet moet je dus van dit moet je doorgaan naar deze. En dan kan je bijvoorbeeld deze aanvinken. Nou, we halen het al niet meer. Oh, we halen het niet. Nou ja, we verdrinken. Maar dit is het idee van het level. Ik ben helemaal niet goed hierin. Ik kan het wel op zich halen. Maar daar moet ik even lekker voor zitten. Want het is echt best pittig. Maar we hebben wel wat diamanten gekregen hiervan. Ik wil graag weten in de comments wat jullie vinden van Spyro. Hebben jullie Spyro ooit gespeeld in je leven? Laat het weten. En volgende week gaan we weer een andere PlayStation 1 game doen. Dus zeker weten blijven kijken naar deze leuke, fantastische oldschool serie. Even lekker met. Doei doeg!